Hallo dames en heren, daar ben ik weer. Zo, hallo, hallo, hallo. Daar ben ik weer, dames en heren. Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Maar er was iets aan de hand met het geluid. Oké, het is de hoogste tijd dat we gaan beginnen met de bestellingen. De allereerste bestelling is van Stan. Dus alle Pokémon packs die je nu gaat zien, die zijn voor Stan. We gaan dus Team Mystic openmaken. Dit is de allereerste teambox die ik ga openmaken. Sander GDS, dankjewel voor je 5 euro dono. Waar is Myron? Myron die is al vast aan het inpakken voor de camper trip. Oké, dames en heren, we hebben hier de trainerkaart. Er komen 6 kaarten bij. Plus natuurlijk het pinnetje, de embleem. Dus die 6 pakjes gaan we openmaken. En deze doen we natuurlijk. Weet je wat? Ik doe die trainerkaart voor jullie gewoon in een toploader, oké? Het is ook serieus echt gewoon een gave kaart. Dus die trainerkaart die doe ik voor jullie standaard in een toploader. Oké, dan gaan we de allereerste packs. Sylvia laagstreepje Dutchkill, dankjewel voor de 14 maanden sub al. Dat is ongekend, dankjewel. Hey, mooi getal hoor, 1069. Oké, let's go dames en heren. De allereerste pack van de dag. Laten we kijken wat we kunnen krijgen. Een Charmander. Misschien een Ditto. Misschien wel weer een Secret Rare. Maar we beginnen met... Oh, dit is hem al. De Holo Lapras. En dit is wel van het verkeerde team, hè. We hebben hier een Reverse Spark. Is niet de bedoeling. Kan je ook los pakjes bestellen, vraagt de Rood-Zwart. Nee, deze keer niet. Ik heb gloednieuwe Pokémon Tins en ik heb de Special Collection van de teams. Dus dat kan nu niet. Misschien een andere keer. Blanche, kijk, dat is de goeie. Misschien is dit het pakje dan. Pikachu, let's go. En we hebben hier een Tyranitar en we hebben een... Oh, Melmetal bedoel ik, sorry. Melmetal. Holo. Welke muismat gebruik je? Ik heb geen idee. Oh, dit is een muismat van Hyper, zie ik. Maar ik had eerst een Bulbasaur, een groene muismat. Maar die vond ik een beetje te fel. En ik vind deze muismat wel vet bij mijn stream staan. Qua kleuren, zeg maar. Het derde pakje voor Stan. Oh, kijk eens eventjes. We hebben hier een Reverse Venusaur met... een Slaking V-kaart. Hopsakee. Het is zo ongelooflijk vet dat je een Blastoise kan krijgen in een Reverse, maar ook in een Holo. Eveneens als de Venusaur en de Charizard. Ik maak muziek, leuk hè, zegt DJ Jox. Ja, superleuk dat je muziek maakt. Ik maak vlogs. Leuk hè? Oké, daar gaan we. Vierde pakje voor de baas Stan. Die was er snel bij, de eerste met bestellen. Een Bibarel Reverse met... Oh, een Executor V. Er zitten al 2 vierkaartjes in. Ik ben heel erg benieuwd of er nog epische, misschien zelfs legendary kaarten in deze teamboxen gaan zitten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga sowieso later vanavond, want ik merkte dat jullie dat heel erg leuk vonden de vorige keer. En dan bedoel ik 2 dagen geleden. Ja, ik ben weer helemaal in die streamflow, dames en heren. 2 dagen geleden deed ik Fall Guys. Vonden jullie helemaal geweldig. Al helemaal toen ik Customs deed. Oh, hoe mooi is dit? Ja hoor. Ik pak die andere ook nog even erbij. Hoe mooi is dit? De Reverse en de Holo. Achter elkaar. Laatste packie voor Stan. Laatste packie voor Stan. Oké, daar gaat die baas. Hopen op goed geluk. Een mooie afsluiter. Anonymous, dankjewel voor je gifted sub aan Marleen laagstreepje 106. We hebben de Pikachu, we hebben de Reverse Magikarp. En we hebben de... Oh, Mewtwo. Ja, en ik vroeg de vorige keer, vinden jullie die
toploader waardig? Nou, de meerderheid zei ja, dus doen we deze ook gewoon eventjes in een toploader. Kijk eens even, de twee dikste kaarten van deze set. Of deze box moet ik zeggen, niet van de set. Er zijn nog dikkere kaarten. Maar dit is niet slecht. Welke microfoon gebruik je? Ik wil een goede voor mijn Sims-video's, zegt Ashley. Ik heb geen idee. Het is een Röde, zie ik trouwens. Maar ik weet niet wat voor versie, variant of zo. Het is al een tijd geleden dat ik deze heb besteld. Ik moet ook zeggen, ik heb er allemaal mixdingen tussen en zo. Dus allemaal knopjes, allemaal instellingen. Och, allemaal gedoe, man. Microfoons, boxen, headsets, noem alles maar op. Zo'n gedoe. Of tenminste, nou, op zich niet headsets en boxen, maar... Wat wel echt een groot gedoe is, is gewoon überhaupt streamen eigenlijk. Alle instellingen en zo. Dat is wel echt serieus een ding, hoor. Oké, dat was de allereerste bestelling van Stan. Dan gaan we door naar de tweede bestelling. En de tweede bestelling is van Silke. En Silke die heeft besteld... Ja hoor! Let's go! Dames en heren. Dames en heren, check dit. Het is tijd. Het is tijd. Het is tijd. De Pokémon Go Pikachu tin. Je wordt de allereerste. De Pikachu. Silke was er snel bij. Dus Silke, gaan we hem openmaken. Dat is een hele mooie tin. Hey, Light Silver, dankjewel voor de 8 maanden sub. Jamie Simswell, dankjewel voor de €4,44. Het gaat hartstikke goed met mij, hopelijk ook met jou, Jamie. Laten we heel even kijken wat hier allemaal in zit, dames en heren. Ik heb deze nog geen één keer opengemaakt. We hebben hier dus de Pokémon tin van Pikachu. We hebben dus de Pikachu Holo. Nou, die haal ik er eventjes uit. We hebben niet alleen trouwens de holo. Er zit nog eentje in. Dat is ook een holo. Dat is ook een holo. Ja joh. Dat is ook een holo. Dat is ook een holo. Oké, die doe ik allebei even in een sleeve. Zo. Die heb ik allebei gesleeved. En wat hebben we dan nog meer? Er zit hier een kaart in. Oké, die is lekker goed gevouwen. Heel nice. Mooi gevouwen deze. Dan hebben we nog een gevouwen kaart. Nou, dat is reclame van Pokémon Go zelf. Dan hebben we de codekaart. En dan zitten er 4 pakjes in. En dan hebben we hier gewoon nog deze verpakking in de tin. Dus we hebben hier 4 packs. Oké? Okay? En uiteraard krijg je de tin gewoon thuis gestuurd. Ik bedoel, de tin koop je. Dus die krijg je er ook gewoon bij natuurlijk. Het is niet zo dat je alleen de kaart opgestuurd krijgt. En that's it. Oké, Silke, daar gaan we. De allereerste tin van de dag. Hey, super nice dat je een beetje hebt lopen verven, laminaat leggen in je huisje. Goed gedaan, Jamie. Het schiet al aardig op, dat is fijn. Wel een pittig dagje vandaag, denk ik dan, met die hitte. Als je laminaat hebt lopen leggen. En hebt lopen sjouwen. Deze is voor jou, Silke. Daar gaat hij in 3, 2... 1 Charmander en een Gyarados. Een Gyarados holo. Die zie ik nog steeds niet vaak hoor, die Gyarados holo. Ja, is prima begin dit. Ja, we hebben nog 3 packs te gaan. Harakiet 1998, dankjewel voor je gifted sub aan Paradator. En X, Cloud X, dankjewel voor je suppie. Wordt gewaardeerd. Oh, dames en heren, weet je wat er is gebeurd? Misty 1993, die heeft 50.000 punten ingeleverd voor de 15 minuten subscriber only chat. Dat betekent dus dat de aankomende 15 minuten alleen mensen die een sub hebben op mijn Twitch kunnen praten in de chat. Silke. Dit is tot nu toe de allerdikste kaart. En ik doe hem ook even in de toploader voor je. Dit is tot nu toe de allerdikste kaart die we uit de Pokémon Go tin hebben gehaald. Deze is very nice. I like this card. It looks beautiful. Nice hair and shit. Very good. Very nice.
Ashley zegt gelukkig net gekocht. Ja, het zal wel wat rustiger zijn dan normaal. Ook al moet ik zeggen, valt mee. Maar dit is een hele mooie kaart, Silke. Gefeliciteerd met die mooie kaart. We gaan gewoon vrolijk verder. Derde pakje van de vier. We hebben de Charmeleon, Pupitar, Meltan, Charmander. Nou, kom erop met die Charizard. 1, 2, let's go! Oh! Holy shit! Door naar de volgende, dames en heren. En de volgende is van... Is dit serieus waar? Alweer van Silke? Silke is helemaal gek geworden. Er is nog één van Silke. We kunnen het gewoon laten staan. Deze is ook van Silke. Dit is een Snorlax tin. Ik ben heel erg benieuwd met welke je betere kaarten krijgt, Silke. Melanietje25, welkom in de chat. Dankjewel voor je suppie. Kom gezellig mee chatten. Wat ik nog wou zeggen... Oh ja, trouwens in deze... Ik laat het even aan jullie zien. In deze zit dus de Snorlax Holo. En er zit nog eentje in. De Snorlax Holo en... Oh, alweer de Pikachu. Die zit er dan elke keer in, denk ik. Ik vind deze tins wel echt leuk, hoor. En natuurlijk de vier packs. Voilà. Later deze stream ga ik Fall Guys doen. Fall Guys custom met jullie. Wordt super lachen. We hadden 2 dagen geleden hadden we de hele lobby vol gegooid. Met jullie, met de chat. En dat was echt super grappig. Dat was echt heel erg leuk, samen met Noël. Dus we gaan wel even een leuke lobby maken van Fall Guys later deze stream. Maar we gaan eerst aardig wat bestellingen doen. Dus dat gaat zeker weten nog wel even een tijdje duren. Maar super tof dat jullie allemaal zijn, dames en heren. We hebben hier een Melmetal Holo voor Silke. Hey, dankjewel Turn the Bills voor de sub. I appreciate it. En zo komen er zo nog meer kaarten online. Zijn ze allemaal uitverkocht dan, Esmeralda? Want ik heb best wel veel online gezet. Ik heb 4 boxen van Team Mystic, 4 Team Instinct, 4 Team Veler. En ik heb 3 Pokémon tins van Snorlax, Pikachu en Blissey. Dus dat zijn echt wel knijters veel kaarten eigenlijk. Oh, Blastoise Holo. En je hebt die Venusaur Holo, Silke. Dus wat dat betreft heb je echt al mooie kaarten. Die Mewtwo, V-Star, Gold. Oef. Tunnebills, thanks voor je sub nogmaals. En tof dat je ook Pokémon bestelling hebt geplaatst. Dan ga ik die straks openmaken. Waar gaat je trip heen? En gaat Thijs dan mee? Nee, Thijs gaat niet mee. Thijs die is zelf op vakantie met een vriendengroep van hem. Oké, daar gaan we. Oh, Zapdos. Mooie kaart. Ik
Wat wel echt super nice is, is dat er een gloednieuwe collectie komt van Knolpower. Ik had hem aan, maar ik heb mijn hele rug zat vol met zweet. Dat is niet vies, dat is gewoon normaal, mensen zweten. Van het voetballen, omdat ik even bij de KNVB was hier in Zeist om de hoek. Hey, Mylotte 1996, dankjewel voor je sub. Laten we heel even kijken wat hierin zit, dan ga ik verder met mijn verhaal. Dit is wel super nice, Silke. Je hebt de Venusaur Reverse Holo en de Blastoise nu Reverse en Holo. En je hebt een Lapras. Dat was de tin. Ja, die Pikachu tin die was beter, laten we eerlijk zijn. Ja, is ook de Pikachu, hè. Zo net had je al een Bulbasaur gekregen met de handtekening. Nu krijg je van mij de Pikachu met de handtekening. Evengoed, nog mooie kaartjes. Melanietje25, dankjewel voor je gifted sub en de Rozu. Ja, ik kom net van de KNVB hier om de hoek bij mij thuis. Daar was ik even gaan voetballen. Bloedje heet dus. Wel superleuk. Maar daardoor was mijn hele outfitje bezweet. Dus toen dacht ik in één keer van, hey, ik had een outfitje gekregen speciaal voor de livestreams. Doe ik niet altijd aan deze. Ik wil wel een beetje afwisselen. Maar ik vind dit wel een superleuke. Dus ik heb dit outfitje even aangedaan van Pikachu. Oké, Silke heeft 2 bestellingen gedaan. Die hebben we allebei opengemaakt. Dan gaan we nu door naar weer een Pokémon Go tin. En die is van Dominique. Knolpower. En dat is deze. De Pokémon Go tin. Sonja 19... Nee, niet 19. Jawel, maar Sonja 19951. Dankjewel voor je sub. En ook even een bedankje naar Sydney 20005 en AFCA Dennis 93. Dankjewel voor jullie suppies, dames en heren. Thank you. Tim, kan je mij nog laten weten hoe lang de timer nog aanstaat voor de subscriber only chat? Oké, de promokaart van de Snorlax eventjes in de sleeve. Nog 7 minuten staat de subscriber-only chat aan. Daarna kan iedereen weer praten in de chat. Nu nog alleen heel even de subscribers-only. Oké, daar gaat hij. De Pokémon Go-tin van Snorlax. Op dit moment staat de Pokémon Go-tin van Pikachu bovenaan met de dikste kaart, Mewtwo Goldstar. Laten we kijken of de Snorlax-tin het kan overtreffen. Daar gaat hij hoor. Oh, we beginnen heel goed in ieder geval. Een Pikachu Holo. Is er iemand hier in de chat die echt zieke Pokémon liefhebber is en die de hele set al verzameld heeft? Gewoon letterlijk gewoon de complete set. Complete Pokémon Go set. Ik zie Diki zeggen ja. Hele set nog niet gelukt, zegt Steuber. Oké, daar gaat hij. Boom, Charizard Holo. Alsjeblieft, Dominique. Keurig kaartje. Boom. Ik ben wel een Pokémon-fan, zegt Ashley, maar dat heb ik nog niet voor elkaar gekregen. Je hebt veel boxen besteld, Steuber. Nice, veel plezier met openmaken alvast. Jasmin, die heeft bijna alle gewone kaarten. Dat is ook netjes. Jim Hintam, die heeft 95% van de set al compleet. Heel erg nice. Charmeleon. Kijk, we hadden net de Charizard, nu nog even de Charmander. Zijn we helemaal compleet. 1, 2. Oh, Ivysaur, ook vet. En, de Melmetal 4-kaart. Matig. We hebben nog 2 packjes te gaan. Esmeralda, die heeft wat besteld. Super nice, Esmeralda, dankjewel. Ja, ik had laatst in de vlog een paar pakjes opengemaakt in bed met Myron. Ik weet niet of jullie dat hadden gezien. En daar heb ik wel wat vette kaarten uitgekregen. Maar nu is de vraag. Overtreft deze kaart de Radiant Blastoise? Overtreft die de Mewtwo Gold Star? De Mewtwo Gold V-Star. Wie wint?
Jasmine heeft twee dingen besteld. De Team Mystic en de Pokémon Go tin van Snorlax. Oké, we gaan even voor de afwisseling deze doen. Even deze voor de afwisseling. Hey Remco419, dankjewel voor je 17 maanden sub al. Dankjewel. Super tof dat je er bent in de chat, Jasmine. Is er nog een kaart waar je op hoopt, waar je zin in hebt? Ik doe sowieso trouwens die trainerkaarten altijd eventjes in een toploader. Ik vind die... ...packs te gaan van Team Mystic voor Jasmine. Nou, als je dan een Radiant krijgt, welke wil je dan, Jasmine? De Venusaur, oké. Okay. Die is wel heel dik trouwens. Maar die Radiant Blastoise, oh, kom op, man. En Reverse Gyarados, oeh, met een Dragonite. Dat is wel echt super tof. Want dan heb je twee super gave Dragonites in één box. Die is wel dik. Zijn er mensen die deze livestream nog kijken op een gekke locatie? Iemand die toevallig op een boot zit ergens op zee? In Frankrijk? Of iemand die toevallig ergens op een dakterras zit? Of ergens bij een restaurant? Oh, 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 oh! Jasmine! 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 Yes! Wat ben ik blij voor jou! Wat ben ik blij voor jou! Jasmine! Hoe dan? Oeh! Oeh! Wow! Jasmine, ik ben zo blij voor jou. Oh, ik kan wel huilen van geluk. Ik kan wel huilen van geluk. Jasmine, als je een kaart zou willen, welke kaart is dat? Ja, één soort Radiant. Maar als je dan een Radiant krijgt, welke? De Venusaur. Voilà. Voilà. Alsjeblieft, Jasmine. Oh, wat ziek. En dan de kaart daarachter is... een Snorlax, tuurlijk. Jasmine. Alsjeblieft. Ik ben zo blij dat ik dit voor jou heb gepakt. Check eens eventjes wat voor super dikke kaarten je hebt.
Ja, en die trainerkaart zit er sowieso bij natuurlijk. Dan gaan we over naar de Pokémon Go tint van Snorlax. Zo, maar dit is wel echt super bizar. Michelle zegt, ik ben benieuwd wie er meegaat met camperreis. Ja, dat wordt bijna bekendgemaakt, bijna. Oké, we hebben hier nog 4 packs van de Pokémon Go tin. En we hebben natuurlijk hier de promokaarten. Doen we even een hoesje allebei. Michelle BR89, dankjewel voor je sub. Jackie Music Official, dankjewel dat je er weer bij bent. Supergezellig. En thanks voor je gifted sub. En it's me Lisa. Kaaskopje 9221, dankjewel voor je sub. En Sander GDS, wat een baas bij jou ook. Dankjewel voor die 600 bits. Oké, er zijn nog 4 packs voor Jasmine. En dan hebben we de hele bestelling gehad van Jasmine. Ik ben heel erg benieuwd of we nog iets gaan krijgen. Ook al denk ik dat je al heel erg tevreden bent met wat je hebt. Oh, het wordt er alleen maar mooier van. Hoe meer we openmaken, hoe beter. Je ziet het. Een Charizard Holo. Boom! Boom, boom, boom. Nee, dat was geen Ditto. Dat was een Melmetal Reverse. En meestal ben ik wel scherp daarin. En als ik een keertje niet scherp ben, dan weet ik dat jullie wel zeggen Ditto, 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 Ditto. Blizzy. Zo. Camera, die heeft er in één keer geen zin in. Nog 2 packs, Jasmine. Ik heb nu al last van mijn keel trouwens. Van het schreeuwen. Oké, daar gaat hij. Let op, Jasmine. Even kijken. Hebben we een Ditto? Oeh, had gekund met de Bidoof. Oh, wat een lekker kaartje zeg. Alsjeblieft. Wil je die in een toploader, Jasmine? Dat wil ik met alle liefde voor je doen hoor. Yes, die had ik ook nog niet, zeg Jasmine. Perfect. Perfect. Oké, dan doe ik hem al helemaal voor jou in een toploader. Kijk eens aan. In een toploader. Zo, wat een dikke kaart heb jij, zeg. Oké, daar gaan we. Dames en heren, de allerlaatste van de Pokémon Go tin Snorlax voor Jasmine. Daar gaat hij in 3, 2, 1. Bang! Een Mewtwo 4-kaart. Tuurlijk. Alsof het al niet genoeg was. Sluiten we af met een Mewtwo 4-kaart. Boom! Kijk eens eventjes wat voor dikke kaarten jij hebt. Hoi, hoi, hoi. Heerlijk. Je krijgt er ook een handtekeningkaart van mij bij. De Balbazar. Gaan we door naar de volgende bestelling, dames en heren. En de volgende bestelling is van JD. Piotr, 1986. Dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, wij genieten altijd van jouw vlogs en streams. We kunnen niet wachten op de campervlogs. Mijn dochter zou graag een Pokémon-kaart met handtekening willen. Is deze dono dan genoeg? Oh, dat kan ik helaas niet doen op die manier. Maar wat ik wel doe, is dat als je iets bestelt van de Pokémon-kaart, doe ik er altijd een handtekening bij. Altijd. Even kijken. JD heeft besteld. Team Instinct. Dat wordt de eerste. Dat is Team Geel. Voor de mensen die niet weten. Team Instinct. Hele vette trainerkaart. Spark. Leuke trainer.
Ivysaur en een Charizard holo. Wat, die voegen we even toe aan de collectie. Hoppakee. We hebben nog één pack te gaan voor Team Instinct. We hebben de holo Blastoise en de holo Charizard. Niet klippen, was een grapje. Oh, daar ging de Pokémon Go deksel. Oké, daar gaat hij. Ja, ik pas op. Als ik nu slechte kaarten voor je pack, dan... bied ik mijn excuses aan. Maar als ik nu goede kaarten voor je pack, dan is er niks aan de hand, hè. De allereerste pack voor Sabine, dames en heren. Uit de Pokémon Go Pikachu tin. Laten we even kijken of we epische kaarten kunnen krijgen. Raticate Reverse. Sabine. Dit is de Mewtwo V-Star als eerste. Het begint. De chaos begint. Ik moet even nieuwe toploaders pakken. Zo. Hele stapel toploaders. Dit belooft wat voor deze stream. Ik heb ooit een keer gevraagd, vinden jullie deze toploader waardig? En toen zei iedereen ja, dus alsjeblieft, in de toploader. Ja, dat is een heerlijk begin voor Sabine. Hey, thanks Kilkey17. Dankjewel, dat is love. Thanks voor het compliment. Maat, wie zijn de andere drie met de camper? Ja, dat ga ik nog bekendmaken, Luc. Dat ga ik nog bekendmaken. Oké, daar gaan we. Steelix, Apom, Bulbasaur, Pidoof, Magikarp, Onyx. Oh, Sabine! Ah, ik ga wat drinken halen. Want ik krijg dorst van deze gekke kaarten. Maar wat zit eronder? Ik ben zo terug.
Oké, laten we eens even kijken. Wat zit eronder? Oh, mooi. Heel mooi. Deze gaat sowieso even in een sleeve. In een toploader bedoel ik. Tyranitar. Holo. Ook een mooie kaart trouwens. Nou, de eerste twee pakjes zijn opengemaakt. Mewtwo V en Radiant Charizard. Niet slecht, niet slecht. Hé, hey, dankjewel Michelle. Fijn dat je daar steun uit haalt. Dat is echt mooi om te horen. Oké, daar gaat hij. De derde pack van de Pokémon Go Tin Pikachu voor Sabine. Kijk, de Pikachu, ik zei het toch? Haha! En Charizard Reverse. Sabine, als je hier nog niet blij van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit zijn wel echt lekkere kaartjes om te krijgen, hoor. Laatste packie. Speel je ook Pokémon op de telefoon? Nee, Owen. Dat speel ik niet meer op de telefoon. Ik heb de app verwijderd. Omdat ik anders te veel ga spelen. En dan krijgen jullie je mindere vlogs. Hey, alweer een Pikachu. De allerlaatste van de eerste Pikachu tin is... Oh, Sabine! Kom op, zeg! Laat ook wat over voor de rest, hé. Dit is, je pakt al die goede kaartjes af. Ongelooflijk. En dan ook niet eens één tin besteld, maar twee tins. Laat wat over voor de rest, man. Jeetje, jeetje. Alles voor jezelf hebben, hè. Kijk dan. Ongelooflijk. Wat een kaartjes. En dat uit één tin was dat, hè. Dat was nog maar de eerste. We gaan nu de tweede openmaken. Joshua112, dankjewel voor je sub via Prime. Dat verdient zeker even dat bommetje. Nee, maar eerlijk Sabine. Oh, Sabine, man. Damn. Damn. Dit is de tweede al. Ja, kan je ruilen. Kan je ruilen. Oh, schat, niet normaal dit. Dankjewel. Dankjewel. Zo, Marion heeft even eten gebracht hier. Een Radiant Blastoise wil je hebben. Oké. Nou, ga ik mijn best doen voor je. Allerlaatste pack.
Dit is een soort van mozzarella in het midden. Met tomaat. En parmaham. En van die zwarte saus. Ik weet niet wat voor zwarte saus ze gebruikt. Basilicum saus of zo? Nee, basilicum zijn die groene blaadjes, toch? Hoe heet dat? En meloen zit er ook in, ja. Balsamico. Ja, balsamico. Dankjewel, Kirsten. Balsamico. En kwam ze ook nog in één keer broodjes brengen. Jeetje. Ik weet niet wat hier op zit. Zal ik eens proeven? Ze zijn warm. Lekker. Limburg drinkwater. Lekker. Oeh, beetje scherp. Maar wel heel lekker. Heel lekker. We gaan als eerste de Blizzy openmaken, oké? Nou, van eten word je toch altijd blij, dames en heren, eerlijk. Tim, Demi doet 3 Eevee emojis. Geef hem een time-out. 120 seconden. Nee, Enzo, je Limburgs klinkt niet. Doe maar niet. Nee, ik probeer mijn best, maar... Limburg. Welkom in Limburg. Ja, ik doe mijn best, maar het lukt niet. Limburg, drinkwater. Lekker. Nee, het is het net niet, hè. Wel echt een goud filmpje. Echt. Echt een goud filmpje. Ik ga daar heel goed op. Het is ditto tijd, zeggen we Boy Sabel. Het is ditto tijd. Nou, Melanie. Melanie, ben je in de chat? Want laat me even weten wat voor kaarten je wil hebben. Kunnen we daar eens even op gaan letten? Het had een ditto bidoof kunnen zijn. We hebben hier een Melmetal Holo. Hey, dankjewel Esther. Het is te ver richting Heerlen wat je nu voor accent opzet. Oh, is dat zo? Oh, sorry. Dat is niet de bedoeling, hè? Waarom wordt die enige time-out als die Eevee stuurt? Nee, weet je wat het is? Een van mijn moderators, Demi dus, die is helemaal Eevee-fan. Die vindt Eevee de beste die er is. En die spamt heel vaak Eevee. En ik zei, als je nog één keer Eevee spamt, dan krijg je een time-out. Oh, blast. Zo. Dit is wel even een Blastoise met een heel groot geel dakkie. Moet je kijken hoe breed die lijn is hierboven. Het is niet de beste holo Blastoise, maar het is wel een holo Blastoise. Laten we daar gewoon mee eens zijn allemaal. Kijk, het is wel een holo Blastoise. Ja, nu gaat iedereen weer Eevee zeggen. Nou, Tim, succes met iedereen een time-out geven van een minuut. Nee, gaan we niet aan beginnen. We kunnen ook gewoon Eevee in de blocked woorden zetten, hoor. Dan kan je helemaal geen Eevee meer zeggen. Hé, hey, daar hadden we de Eevee. Kijk. Daar hadden we de Eevee. Hoppakee. Eevee, Pikachu. Magikarp. En een Venusaur Holo. Met ook net als de Blastoise. Een stukje brood in mijn keel.
keer hadden ze 1-1 gespeeld. Maar weet je wat ziek is? Engeland had gewoon gisteren met 8-0 gewonnen, hè? 8-0. Niet normaal. Ik vind het wel tof dat het vrouwenvoetbal zo populair is geworden. Want alle tickets voor de finale zijn dus al gewoon verkocht, hè? Alle tickets. Ze weten nog geen eens wie spelen, maar alles is al verkocht. Annie Kaarts, dankjewel voor je gifted sub aan Skip Verhoeven. Dankjewel. Ik vind Skip een leuke naam trouwens. Skip. Oké, daar hebben we een Eevee. Je hoeft het niet te zeggen in de chat, daar was die al. Oké. Oh, wat een mooie kaart voor jou, Melanie. Zeker toploader waardig. Kijk eens even. Voilà. Dit is een mooi kaartje hoor, voor de verzameling. Die kom je niet elk pack tegen, zou ik je vertellen. Is Melotte al geweest? Nee, jij bent nog niet geweest. Deze is voor Melanie. Die had twee dingen besteld, dus dan ben je iets langer bezig. Oké, daar gaan we. War Turtle, Larvitar, Natu, Ambipom, Slowpoke, Bibarel, Zapdos, Reverse met een Charizard Holo. Boom! Op je beeldscherm. Charizard Holo. Ik zat er nog aan te denken om misschien een andere muismat toch te gaan bestellen. Je hebt namelijk ook gewoon muismatten die je kan bestellen met je eigen naam of zo. Of je kan eigenlijk gewoon een muismat maken zoals je zelf wil op verschillende websites. Er zijn ook Pokémon muismatten, dat weet ik. Maar ik wil het niet te druk hebben op de achtergrond. Oh, Melanie, supermooie Mewtwo V. Doe ik voor jou in een toploader, dan heb je al 3 toploader kaarten. Kijk eens, Melanie. Hopsakee, alsjeblieft. Dus ik zit even te twijfelen wat voor muismat ik zal nemen. Ook al vind ik deze muismat dus wel mooi bij het design en zo. Want alles is rood en er zitten ook mooie rode strepen. Maar misschien is helemaal wit ook wel vet of zo. Wordt wel heel snel vies. Maar helemaal wit kan wel heel vet zijn misschien voor de Pokémon release. Voor de Pokémon kaarten. I don't know. Doe een groene, dan is het greenscreen. Ja, ik heb dus een groene Bulbasaur muismat gehad. Dit is de... Oh! Wat? Melanie! Oh, check dit! De allerdikste kaart! Radiant Venusaur. Alsjeblieft, dit is al de tweede Radiant Venusaur die we packen. We hebben eigenlijk alle Radiants al gehad. We hebben 1 Radiant Charizard gehad. We hebben 1 Radiant Blastoise gehad. En we hebben nu al 2 Radiant Venusaur. Dit is wel echt een super dikke kaart. Je krijgt er een Bulbasaur bij, die past mooi bij de Venusaur.
iets wat jullie graag anders willen zien bij de stream? Denk bijvoorbeeld aan... zijn jullie tevreden over de kwaliteit van hoe ik het doe, de pakjes openmaken? Zijn jullie tevreden van de kwaliteit, hoe goed je de Pokémon-kaart ziet? Is dat goed genoeg bijvoorbeeld? Vinden jullie de facecam goed of moet die veel meer ingezoomd op mijn hoofd? Of is alles gewoon helemaal oké? De Moltres Reverse en een Charizard Holo. Kijk eens aan, Marianne. De facecam mag een beetje meer ingezoomd, zie ik van één iemand, van Ika.